De software geeft je de mogelijkheid om meerdere schablonen met elkaar te combineren en om daarmee speciale vormen, kastuitsparingen en dergelijke te krijgen. Er zijn drie mogelijke combinaties. De aftrekking, de vereniging en het snijpunt. Laten we beginnen met de vereniging en het snijpunt. We komen later terug op de combinatie aftrekken. Laten we de twee schablonen als voorbeeld nemen. Wanneer je op een van de punten van een van de twee schablonen klikt, kun je de combineerfunctie zien. We kijken eerst naar de vereniging van de schablonen. Zoals je kunt zien, voegt het systeem de twee schablonen samen en houdt je dus één schabloon over. Dan proberen we nu het snijpunt. In dit geval bewaart het systeem alleen wat de twee schablonen gemeen hebben en verwijdert het de rest. Deze twee combinaties worden vaak gebruikt voor het creëren van speciaal gevormde werkbladen. Nu is het tijd voor nummer 3, de aftrekking. Voor deze combinatie is het belangrijk om zorgvuldig een punt te kiezen. Je geeft zelf aan wat het hoofdschabloon is. Het andere schabloon wordt hiervan afgetrokken. Nu gaan we een basis kiezen. Ga naar het schabloonmenu, dan naar combineren en dan naar aftrekken. Het systeem doet de rest. Het verwijderde het tweede schabloon volledig door het deel eraf te trekken dat het gemeen had met het geselecteerde schabloon. Laten we de manipulatie in omgekeerde volgorde herhalen dus door het andere schabloon te selecteren. Het resultaat is anders omdat het systeem het hoofdschabloon beschouwt als degene die is geselecteerd. Deze combinatie wordt heel vaak gebruikt voor kasten en dresswaars die een uitsnijding op raamniveau vereisen. Zo krijg je een mooi strak resultaat.